Mega druk. Ik vind het helemaal leuk. Ik ben er helemaal blij mee. Mijn hoorcollege ging dus niet hoor. Oh, dit is super lekkere vaatwijntje. Ik ben er helemaal verliefd op. Slaapt gewoon de hele dag. Wat een chill leven. Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Vandaag is het zaterdag. En ik ga zo meteen met mijn moeder naar een gezondheidsbeurs of zo. Ze had daar gratis kaartjes voor gekregen. Dus we gaan even kijken of het iets is. Als het niet leuk is, dan gaan we weg. En dan gaan we naar de IKEA. En vanavond ga ik gezellig met twee meiden uit mijn dansgroep gewoon gezellig filmpje kijken en zo. Dus daar heb ik ook wel zin in. En ja, dat is eigenlijk een beetje mijn plan voor deze dag. Later. Zo, inmiddels ben ik weer thuis. Ik heb eigenlijk niks gefilmd. De gezondheidsbeurs was namelijk echt mega druk. En we zijn ook niet heel lang geweest. Dus daarna zijn we nog wel eventjes doorgegaan naar de IKEA. En ik heb wel wat dingetjes, nou ja, niet heel veel. Ik heb een paar dingetjes gekocht. Ik heb in ieder geval laadjes gekocht voor in deze Kallax-kast. Want ik heb hier van die deurtjes. Maar ik wilde graag ook van die laadjes voor hier en voor daar. Of nou ja, dat moet ik nog even bedenken waar ik die doe. Maar dat vond ik wel handig om mijn sokken en ondergoed in te doen. Want in deze bakken is het een beetje een rotzooi eigenlijk. En ik heb ook een heel leuk kleedje gekocht. Die zal ik even laten zien. Wacht, ik ga even mijn camera neerzetten. Dan kan ik het beter laten zien. Ik heb namelijk deze gekocht. Ik weet niet of je het nu heel goed kan zien. Maar dit is een vloerkleed. En ik kan hem niet helemaal in beeld laten zien. Maar hij is dus lichtroze en hij is super zacht. Ik vind hem echt zo leuk. En die ga ik gewoon hier bij mijn bed zo neerleggen. Dus als ik dan uit mijn bed kom, dan kan ik lekker op dit roze kleedje gaan staan. Ik vind het helemaal leuk. Ik ben er helemaal blij mee. Het is vandaag zondag en dit is mijn outfit vandaag. Let niet op die kleedjes die hier liggen. Die moet ik nog even ergens kwijt. Maar ik heb dus deze top aan met deze flared broek. En ik ga zo eventjes kijken of het me lukt om de laadjes in mijn kast te doen die ik gisteren bij de IKEA heb gekocht. Ik heb wel het roze kleedje al neergelegd en ik vind het echt super leuk. Het staat ook echt heel mooi, vind ik. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Het waait nog steeds super hard, want gisteren stormde het. Maar volgens mij is hier alles wel jong gebleven in ieder geval. Ik heb zo een hoorcollege, dus daar ga ik naartoe. Dat begint om 11 uur en ja, ik ga zo gewoon van huis weg en dan ga ik daar naartoe. En dat duurt tot 12:15, dus dan ga ik weer naar huis en dan ga ik lekker lunchen en dan gewoon aan school werken. En ook nog video's editen en mijn voice-over opnemen waarschijnlijk. Als het lukt. Mijn stem is redelijk. Dus ja, ik moet maar even kijken of het lukt om die voice-over op te nemen. Omdat je natuurlijk heel veel achter elkaar praat. Dus ik weet niet hoe dat gaat. Maar het gaat in ieder geval al wel weer stukken beter. Dus dat is wel echt heel fijn. En ik heb ook trouwens nog niet de weekvlog van afgelopen week online moest, zeg maar, online gezet. Dus die moet ik eigenlijk ook nog editen. Dus ja, ik ga eventjes kijken of ik dat allemaal kan doen. Maar dat zie ik wel weer vanmiddag als ik thuis ben. Nou jongens, ik film even met mijn telefoon. Want mijn hoorcollege ging dus niet door. Iedereen zat al in die zaal. Toen kon de docent niet komen, want hij zit vast in de trein. Dus toen kon iedereen weer naar huis. En ik ben nu eventjes de stad heen gegaan. Want ik dacht, ja weet je, ik ben toch wel in Utrecht. Dus ik ga gewoon eventjes winkeltjes kijken. En ik sta nu in de paskamer van de Primark. En deze sportbroeken even passen. Dus ik ben heel benieuwd. Nou, ik vind deze niet mooi. Ik vind het meer lijken op een pyjama broek dan op een sportlegging. En ja, nee, ik vind deze gewoon niet mooi. Dus deze gaat uit. Ik heb deze ook al in het zwart thuis. Maar ik vind deze toch net wat minder mooi zitten ofzo. Nee, ik twijfel. Ik vind die zwarte die ik thuis heb echt mooier dan deze. Nou, ik heb
nog eentje. En dat is deze wat meer lichtgrijze. Dus ik ben heel benieuwd hoe die zit. Ik vind deze tot nu toe wel het mooist, maar ik heb echt het idee dat die gaat afzakken. Dus deze gaat hem ook niet worden. Nou, mijn haar is één grote rotzooi, want het waait nog steeds hard. Maar ik ben inmiddels weer thuis en ik heb dus uiteindelijk geen sportbroek gekocht bij de Primark, maar wel andere dingen. Dus ik zal dat nog eventjes laten zien. Als eerste heb ik... Oh, mijn haar. Auw, klitten. Als eerste heb ik dit bakje gekocht en dit is eigenlijk om make-up paletten in te zetten, maar het leek mij wel handig om deze bij mijn nachtkastje te zetten. En dan kan ik mijn iPad erin doen en mijn telefoon en zo. Dus daar leek hij me eigenlijk wel handig voor. Dus ik denk dat hij daar ook wel heel chill voor is. Deze was 6 euro trouwens, wat ik nog best aan de prijs vind voor Primark. Maar ik vond het gewoon een heel handig ding. Dus ik heb die gekocht. Dan heb ik ook deze waterfles gekocht. En dit is zo'n waterfles met zo'n rietje. En er zit dus zo'n rietje in. En op een of andere manier drink ik altijd meer als ik met een rietje drink. Dus ik dacht, ik ga deze nemen en dan ga ik proberen om weer eventjes wat meer water te drinken. Ik heb ook al wel een fles met een rietje, maar ik ben op een of andere manier dat rietje kwijt. Dus dat is wel weer jammer. Als ik die vind, dan heb ik 2 van die flessen en anders heb ik een nieuwe. En deze kostte 3,50 euro. Ik heb ook deze onderbroek gekocht. Ik wilde graag van dat naadloze huidskleurige. Want ik heb een broek die best wel doorschijnt. Nou ja, niet super erg. Maar wel als je er een andere kleur ondergoed onderaan hebt dan huidskleur. En ook als je van die naden hebt, die zie je er gewoon ook heel erg door. Dus ik zag deze en ik dacht, ik neem die wel gewoon mee. En dit was een pakje waar er 3 in zitten. En het kost 7 euro. Ik heb ook haar elastiekjes gekocht. Zijn altijd handig. En voornamelijk wilde ik deze graag hebben. Een beetje de blonde kleur, zeg maar. Wat wel goed bij mijn haar past. Dus dan zie je niet zo super erg dat het een elastiekje is. Er zitten dus wel allemaal verschillende kleurtjes in. Want ze hadden niet een pakje met alleen deze. Dus ik heb deze gehaald. En dit zijn ook de dunne. Want ik vind de dunne veel fijner dan die dikke. En er zitten er 60 in voor 1,50 euro. En heb ik ook van die bobbypins gehaald. En dit zijn dus ook geen zwarte. Maar ook voor blond haar. Tenminste, dat denk ik dat dit voor blond haar is. Waardoor het dus minder opvalt. Dus super handig. En dit was ook 1,50 en er zitten ook 60 bobbypins in. Ik heb ook nog deze handgels gekocht. Dat vind ik gewoon super handig. Vooral in deze tijd nu iedereen ziek is. Waaronder ik ook. Maar ik wil gewoon niet ook nog griep krijgen. Want ik vond deze verkoudheid al wel genoeg. En daarom vind ik het gewoon wel fijn dat ik gewoon altijd mijn handen schoon kan maken. Ook als er geen wastafel met water en zeep in de buurt is. Dus deze heb ik gehaald voor 1,50 en dan krijg je 2 van die flesjes. En als laatste heb ik nog deze make-up kwast gekocht voor mijn moeder. En deze is voor wenkbrauwen. Dus ja, die was 1,50. Dus dat is eigenlijk wat ik gekocht heb bij de Primark. En ik heb deze super lekkere vaaseitjes gekocht. Niet bij de Primark, maar gewoon bij de supermarkt. Tenminste, ik denk dat ze lekker zijn. Ze zijn dus van Tony Chocolonely en het is karamel zeezout. Dus ik ben heel benieuwd. Het is wel heel duur, dus ik zal ze niet zo snel gaan kopen, denk ik. Maar ik was gewoon heel benieuwd hoe het smaakt. Het is vandaag dinsdag. Ik ben vandaag vrij. Maar ik ga vandaag gezellig naar een vriendin toe in Nijmegen. We hebben elkaar ook best wel lang niet meer gezien, volgens mij. Dus ja, daar ga ik zo meteen naartoe. Ik ga nu eerst eventjes ontbijten. En dan ga ik richting de tram en dan naar Centraal en de trein pakken. Het is vandaag woensdag en ik heb al college gehad vandaag. Dus ik ben inmiddels weer thuis en ik ben super statisch. Heel irritant. Maar gisteren heb ik dus eigenlijk bijna niks meer gefilmd. Het was wel super gezellig en ik heb een paar leuke dingetjes gekocht. Ik heb als eerst een sportlegging gekocht bij de H&M. En hij lijkt gewoon heel basic zwart. Maar hij heeft hier dus zo'n mesh stukje zitten. Dus dat je er zeg maar doorheen kan kijken. En ik heb ook een jas gekocht.
En dat is niet een winterjas of zo, maar meer een voorjaarsjas. En dat is deze. Ik denk niet dat je het zo super goed kan zien. Wacht. Ik ga gewoon even helemaal hier staan. Het is deze jas. En ik vind hem echt heel leuk. Het is een beetje zo'n lichtroze pastelachtig kleurtje. Ik kon hem gewoon niet laten liggen. Ik was er helemaal verliefd op toen ik hem ook aandeed. Dus ja, die heb ik gekocht. En ik heb ook nog schoenen gekocht, maar die heb ik nu aan. Dus dat is een beetje lastig te laten zien op deze manier. Dus ik pak de camera even. Kijk, dat zijn deze schoenen. En dit zijn Vans. En ik vind ze zo leuk. Ik vind de kleur ook zo tof. Ik moet alleen nog eventjes die veters wat beter doen. Want ja, ik heb wel gemerkt dat hoe ik het vandaag had, dat werkt niet zo goed. Maar ik vind ze gewoon super tof. En deze waren dus ook heel goedkoop. Deze waren maar €19,99. En het zijn wel echte Vans volgens mij. Dus dat is super goedkoop. En ik vind ze echt helemaal leuk. Ik ben er helemaal verliefd op. Zo, ik heb mijn jas even aangetrokken. Want ik ga eventjes naar de Mediamarkt. Oh, wat is mijn haar vreselijk. Maar ik had afgelopen vrijdag een nieuwe screen protector op mijn telefoon laten zetten. Zo'n Clearplex ding. Maar er zitten nu dus, ik weet niet of je dat kan zien. Nee, dat kan je niet zien zo. Oh, wel een beetje. Maar er zitten allemaal van die luchtbelletjes ineens in. En ja, dat vind ik gewoon irritant. Dus ik ga terug, want dat accepteer ik niet. Ik geef niet het geld eraan uit dat er allemaal luchtbellen in komen. Want dat vind ik gewoon zonde van mijn geld. Want dan kan ik het net zo goed zelf doen. Dus ze doen er maar wat aan. Het is vandaag donderdag en ik begin dus vandaag pas weer om 5 uur met een werkcollege. Maar ik was net eventjes aan het editen. Nou ja, de voice-over opnemen van de video. Want dat moest ik nog steeds doen. Mijn keel was nog steeds niet helemaal oké. Maar ik dacht, nou ja, weet je, ik ga het nu gewoon doen. Want ik wil de video gewoon uploaden. Dus dat heb ik gedaan. Ik ga nu heel eventjes langs de supermarkt. Want ik heb zin om wat lekkers te halen voor de lunch. Dus dat ga ik doen. En wanneer ik thuis kom, ga ik deze video eventjes afmaken en renderen. En dan kan die, als het goed is, straks nog online. Ik hoop dat ik dat ga redden voordat ik weg moet. Oh jongens, ik zou zo graag gewoon een keertje een dagje willen ruilen met Sammy. Oh, ze is zo lui. Slaapt gewoon de hele dag. Wat een chill leven. Het is vandaag vrijdag, inmiddels alweer vrijdagmiddag. En ik dacht, ik ga deze eens eventjes proberen op te doen. Want ik heb deze wel heel lang geleden een keertje gekocht. En ik dacht, het wordt eens tijd dat ik het ook echt ga proberen. Dus ja, ik ga het proberen. Dus ik update zo wel weer of het gelukt is of niet. Nou, volgens mij is het wel een soort van gelukt. Kijk, ik heb niet zo'n super groot nagelbed. Dus ik kan ze ook niet heel lang maken. Ik ga dit nog scherp stellen. Maar voor mijn doen, ik vind het best wel mooi geworden eigenlijk. Ik ben heel benieuwd hoe lang het ook gaat blijven zitten. Maar dat ga ik allemaal zien. Ik ben heel benieuwd.